Tadic. Wil jij een nieuwe game kopen of heb je je controller tegen de muur gegooid? Of heb je iets nodig van hardware of software? Check dan zeker even het linkje in de beschrijving van mijn partner G2A. Dat is de grootste internationale gaming marktplaats. Strijders, welkom bij een nieuwe video. Jullie zien het al aan de titel. Dit is een ongekende dag. En ik had niet verwacht dat we dit team konden gebruiken en deze 99 kaart. Maar hoe vet is dit? We mogen vandaag met de 99 pro kaart van Dusan Tadic spelen. Jullie geloven het nu misschien nog niet. Maar we gaan nu even kijken naar die ploeg. DT10. Dusan Tadic team. Kijk even naar dit team. Hij staat zelf nog niet in de basis. Maar dat gaan we natuurlijk wel zetten. Ik vind dat hij daar sowieso hoort. En we gaan met deze kaart spelen. Hoe ziek is dat? What the fuck? Dusan Tadic, kijk die blik. De captain van Ajax. De verdette. 4 sterren skill moves. Dat is sowieso lekker. Waar gaan we deze kaart het best kunnen gebruiken? Dat is de vraag. 3 sterren Wingfoot. Maar kijk even naar deze stats. 99 finishing, dit is icon waardig, dit is team of the season topspelers waardig. 93 kracht, hij is natuurlijk berensterk van zichzelf. Wat een kaart kan dit zijn. Dit is denk ik even iets andere koek nog dan Hilal Ben Moussa in aanvallend opzicht. Echt heel vet dat we deze kaart kunnen gaan gebruiken, jongens. We zitten gewoon in het team van Dusan Tadic. R9 heeft die, Gullit, Cruijff, Neymar en Mbappé. Die moeten we gaan slachtofferen. Hij heeft die Renato Sanchez. Dat wordt nog wel een beetje een ding. Wie van deze lijpe spelers moeten we eruit gaan halen als we straks gaan spelen? Ga ik nog even goed over nadenken. Maar Van Dijk heeft hier ook nog. Wat een team is dit, jongens. Dit is ook wel leuk natuurlijk. Eigenlijk moeten we gewoon Tagliafico en Promes straks in de basis gooien. Maar dat gaan jullie straks wel zien hoe we dat op gaan lossen. Wat heel leuk is, is dat we voor deze man ook nog rewards kunnen openen. Dit is wat er klaar staat. Division Rivals en for Champions. Volgens mij Elite 3 rewards. Dat gaan we zo wel zien. We gaan hier gewoon voor untradable. Gewoon de meeste kans op mooie packies. Rang 2. Dit zijn 2 ultimate packies gewoon. Kijk, dat is echt niet slecht. Laten we daar gewoon even mee beginnen. Je zou hier maar gewoon even op dit account nu iets sixpacken, jongens. Wat is dit lijp? Doe sowieso even een duimpje omhoog allemaal voor deze video. Want hoe vet dat we met de 99 kaart van Dusan Tadic kunnen spelen. Duimpje omhoog wordt gewaardeerd. Abonneer natuurlijk eventjes om niks van deze video's te missen. Er gaan nog leuke dingen aankomen in deze laatste leuke weken van FIFA 20. Wat hebben we hier? We hebben het team of the season gelijk. Wat is dit? Oké. Okay. Italia. Dat kan niet heel veel zijn normaal gesproken. Dit is echt crisis. Is dit Crescito? Nee, wie is dit? Letizia. Oh, Joris is hier nog achter, joh. Wat is dit dan? Dat lijkt wel gelijk een team of the season. Ja, het is niet altijd best. Dit is wel weer een... Wat is dit? Weer een walkout. Kijk eens eventjes. De backluck van Tadic. We need to pack walkouts. Kroosje, hè? Oh, net te laat dat natuurlijk. Oh nee, natuurlijk niet. Hij zit niet in dat ultimate ding. Nee, oké. Oké, gaan we nu naar Weekend League Rewards. Op het account van Dusan Tadic. Elite 3 inderdaad. 3 playpits beginnen we natuurlijk mee. 70k erbij. Ja, dit kennen we allemaal. Ja, het is niet zo dat hij nog iets nodig heeft of zo. We zien het wel, jongens. We gaan gewoon bij het begin beginnen. We zien het gewoon. Pff, zo. 97 Benzema. 97 Benzema. Ja, daar gaan we natuurlijk voor. Hartstikke idee. En 97 rated. Dat is sowieso niet iets van wat je elke dag even ziet. Next. Kom maar dan. Alles zit mee tot nu toe. Ja, gaan we voor Hummels, jongens. Maar tot nu toe is het in elk geval niet slecht. Wat zit hier nog in? Alles uit het ultimate team is in 7 en 9. Oh, Tour Orsic en Kimmich. Ik denk dat jullie misschien voor Orsic zouden gaan. Kimmich, als hij zou passen, is het ook echt een topspeler. Maar laten we gewoon voor de highest rated gaan. Weer een 97. Orsic, Kroaat, ik weet het niet. We gaan gewoon voor Luis Alberto. Hartstikke idee. Benzema, Alberto, Hummels. Prima, serieus. Qua rating prima. Maar tegelijkertijd eigenlijk natuurlijk ook weer net niet. Maar goed, we hebben nog het Elite Packie. En daar kan natuurlijk echt nog iets heel zieks in zitten. Eerst komt 100k packie op het account van Dusan Tadic. Het is veer. Nee joh, dit is best wel ziek hoor. Is het ziek? Kan dat? Nee, dat kan natuurlijk niet. Oh nee, jammer. Oh ja, tuurlijk. Dit is Rest of the World, jongens. El Arami. Oh, ik werd geflasht. Maar dat had ik vet gevonden. Dat hadden we serieus in die ploeg om straks mee te gaan spelen. Had ik gewoon Promes, Ziyech, Tadic. Dat ze er allemaal tegelijk in gooien. Hij zit hier wel. Oké, en dan hebben we hier misschien nog een knaller, een klapper. We hebben geklikt. We need to pack. We need to pack. We need to be champion, to pack schaal. Het is een walkout, het is een team of the season. Het is Oblak natuurlijk. Uiteraard Oblak, want die zit overal in. Oblakkie. Wat zit hier achter? Wat kan hier nog achter zitten? Kimmich Henderson, ik denk dat dit een van de minst mogelijke packies is. Ik moet zeggen, Kimmich ging sowieso wel voor een half miljoen volgens mij.
maar nu niet meer. Oef, dus 2 ton en Henderson zal ook nog amper 2 ton zijn, denk ik. Ik denk dat het niet veel slechter komt, maar goed, 500.000 is altijd leuk. En het komt vast en zeker ook nog wel weer net iets slechter. Dus hier doen we het mee, jongens. Ik ga nog heel veel die pro-player kaart bekijken en dan gaan we spelen. Goed jongens, dit is hoe we het gaan doen. We gaan Tagliafico in de basis gooien. We hebben Dusan Tadić natuurlijk in de basis. In plaats van Verde en Mbappé. Ja, er moeten keuzes gemaakt worden. Renato wil ik er even inlaten voor de balans. Ik wil Tadić toch wel aanvallend gaan gebruiken. Wat een voordeel is van Tadić ten opzichte van bijvoorbeeld Hilal Ben Moussa. Is dat hij bepaalde kenmerken heeft. En hoeveel je echt gaat merken van leiderschap, betrouwbare speler. Ik weet het serieus niet. Maar schot buitenkant voet is chill. Hij heeft 3 tegen weak foot, maar met die schot buitenkant voet. Kun je alsnog, als je bij zijn rechterbeen uitkomt, met buitenkant links schieten. Griezmann heeft dat bijvoorbeeld ook. En het is een technische dribbelaar, al is dat dus blijkbaar alleen te merken als hij voor de tegenstander speelt. Voor de computer, zeg maar. Dus daar gaan we ook niet veel van merken. Flair is wel nice. Als je dan de L2 knop gebruikt met bepaalde hakjes, hoge voorzetten bijvoorbeeld, dan doet daar iets mooie dingen. Dat is leuk. Deze stats hebben we al gezien. Hij kan in principe gewoon alles. Ik ga even kijken welke formatie we gaan spelen. Ik denk dat Tadić, ik wil hem wel gewoon eigenlijk op 10 gebruiken. Ik ga gewoon 4-3-1 spelen. Dan gooi ik Neymar naar de zijkant. Dan doen we het gewoon zo. Dat is dikke prima, toch? Cruijff op de rechterkant. Prima. R9, Tadić. Dat wordt dan het magische duo voorin, jongens. We gaan gewoon met de 99 kaart van Tadić spelen. Ja, ik ben echt hyped gewoon. Ik vind het vet. Dit shirt vind ik wel echt. Ja, wat is dit voor shirt? Prima. We gaan spelen, jongens. Tegen deze ploeg. Renato Sanchez Awar heeft een Modric SBC gedaan. Hij heeft Prime Moments, Okocha, Son, Atal. Best wel een goede ploeg. Moet kunnen. Het is wel divisie 1, jongens. Het is divisie 1. Hier is Tadić. Het is een beer, volgens mij. Hij is echt knijtersterk. Hij is ook breed, zie je dat? Het echt is natuurlijk ook potig. Tadić krijgt hem. Hakkie. Tadić. Oh, bijna. Tadić alsnog. Oké, eerste gevaar van Dusan Tadić. Hier is hij. Hoe ziet dat eruit? Even kijken hoe snel die is. Kijk hoe snel die is. Kijk hoe snel die is. Hop, trucie. Snelle schaartjes. Kruif, dan loopt hij door. Krijgt hij hem ook weer goed. Gaat dit goed? Bijna. Gewoon een beetje proberen, een beetje klooien. Tadić, hoppatee. Keurig paasje, precies op maat. Was niet heel moeilijk, maar toch. We hebben een goede tegenstander, jongens. Ja, Van Dijk heeft hij ook in zijn ploeg. Die kent hij denk ik natuurlijk uit zijn Southampton tijd, of niet? Van Dijk en Tadić, ja, die zaten tegelijk bij Southampton. Het lijkt me geen buitenspel voor Cruijff. Waar is Tadić? Ik weet het niet. Kijk, het is niet leuk om hem gewoon random te scoren. Ik wil Tadić weer erbij zoeken. Oh. Kijk, dit zegt wel heel veel. Tegenstander heeft 58% balbezit. Pff, hij is echt aan het tryharden. Tadić, dit is goed. Balletje laten vallen. Komt hij erbij? Tadić? Tadić! Oh, dat had hem kunnen zijn. Hier is Tadić. Goed, sterk zeg. Wat is hij sterk? Tadić! Oh, naast! Gullit. Tadić loopt door. Tadić wil hem. Tadić krijgt hem. Goed fake shot. Oh, we zijn nog ver weg van de goal. Ziet er goed uit. Goeie bal. Op Sanchez. Aanval loopt door. Waar is Tadić? Hier is Tadić. Tadić, nog weer naar zijn linker. Tadić! Oh, weer die keeper, joh. Hij doet het goed, hoor. Serieus. Met een tersteken heeft alles nu. Ah. Ook vet dat die Tadić een gameface heeft, hè. Keihard. Ja, ze zijn natuurlijk bij Ajax langs geweest. Ja. Goeie tegenstander, man. Oké. Hij heeft een 7. 6 schoten tegen 4. We gaan snel door. Volgende tegenstander heeft dit team. Ja, kom op jongens. Sissoko, Di Maria, Marquinhos, normale man die. Dit moeten we gewoon pakken, kom op. Hier is R9. Hier is Tadić. Je wint hem. Tadić. Naar zijn rechter, toch naar zijn linker. Dat wisten ze niet. Oh, weer geblokt. Hoe is het mogelijk? Hier is hij met zijn bekende pirouetje. R9. Tadić. Alsnog naar zijn linker. Prachtig. Oh, hoe is het mogelijk? Ja, ik snap het echt niet. Zijn acties zijn ziek goed. Dus zijn schoten gaan er op een of andere manier nog niet in. Maar het kan toch niet lang meer duren? Tadić. Neymar achter het standbeen. Prachtig. In één keer, lange hoek. Oh, die keeper. Ongelooflijk, man. Tadić. Gaat de combinatie aan. Tadić. Tadić. Eindelijk! Wat een goal! Het moest er ook een keer van komen. Eindelijk zeg. Maar wat een goal. Jezus, ze hebben nog nooit gescoord denk ik dit jaar. Hij veegt hem gewoon pats in het winkelhaakje. Oh, lekker. Kijk eens, 99. Pro card, Dusan Tadić.
Maar eindelijk, jongens, de band is gebroken. En hiermee bewijzen we dan toch gelukkig dat die shooting van Tadić eigenlijk gewoon hartstikke goed is. Daar gaat hij. Oh, kijk hoe sterk die is. Prachtige actie. We gaan natuurlijk weer zoeken naar Tadić. Prachtig dit. Tadić, waar ben je? Hier ben je. Naar zijn rechter had hij niet verwacht. Dat hij wel verwacht, ik weet het niet. Tadić, waar ben je? Nee, maar Tadić met rechts. Wel hard hoor. Pats. Oké. Okay. Tadić met onderschepping, oké. Okay. Zelfs dat kan niet. Paasje is ook goed. Op Neymar. Doen we het dan eventjes met een assist. Ja, zo'n assist is goed. Op zo'n goal. Neymar, goedemorgen. Doelpunt voorbereid door Dusan Tadić. Tadić gaat diep. Krijgt hem in de voetjes, oké. Okay. Ook goed. Gomez, Tadić naar zijn rechter. Toch naar zijn linker. Prachtige actie. Schot is goed, maar Alisson. Tadić, tweede goal. Ja, het spel. Oh mijn god, is dit 2-2? Nee, Mbappé. Cruijff, Mbappé, Gullit, Tadić, waar ben je? Tadić is hier, Tadić weer buiten spel. Ongelooflijk, twee buiten spel goals. Ja, ja, kijk hoe vet. Ziet er wel echt goed uit, hè, die gameface. Sterk, Tadić, prachtig. Mbappé, door. Tadić, nu dan. Ah, net te laat met dat balrolletje. Tadić. Kijk hoe sterk die is. Tadić. Achterlijn. Oh, wat een actie. Poeh, hij is zo sterk. Tadić doen. Nou maar, was leuk geweest. Je ziet hem gewoon in die verre hoek vliegen, hè, in je hoofd. Nee. Het is zo niet verdiend. Tadić, 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 Tadić! Tadić er doorheen. Ja, Tadić, kom aan. Hij glist er gewoon vol doorheen. Hè? Dit is een beetje Ronaldo-achtig. Gewoon puur op botte kracht, gewoon vol door die tegenstander heen. En dan ramt hij hem even lekker tegen de touwen. Top, Tadić, daar gaat hij. Tadić, sterk, sterk, sterk. Kijk hoe sterk, kijk hoe sterk. Wie is Militao? Wat dan? Domme actie. Zie je hoe sterk hij is. Echt niet normaal. Goed, gewonnen jongens. Dit was deze aflevering met Dusan Tadić. Laten we nog even cijfers geven. Snelheid, 9. Shooting, 9,5. Passing, 9. Dribbling, 9. Verdedigen, 6,5. Fysiek, 10. Fysiek, een 10. Echt waar. Thanks voor het kijken, jongens. Ik hoop dat jullie dit fantastisch vonden. Doe een duimpje omhoog. We gaan zien wie er in de volgende aflevering zit. Thanks. Tot de volgende keer. Adios. Ciao, ciao. Oh, en Tadić heeft een 9,2 in deze tweede wedstrijd. Voor wie het zich afvroeg. Man of the match, zoals het hoort.